Thank you.
slice of people in the phone, except for them in the life, you know, in this house. That mean? This house is like a home for the life. And so I've got a 4 minute seat in my internal mission in this house. Like, it wasn't that kind of dope. But I was doing that. So I was going to get it. Yeah. Goedemiddag, aanwezigen, mag ik u welkom heten namens de familie Kaarsenhout. Op deze middag, wanneer we afscheid nemen van de geliefde vader Kaarsenhout Karel Siegfried. We zijn hier bij elkaar om de Heer van hemel en aarde te danken voor de persoon Karel Siegfried Kaarsenhout. De Heer 85 jaar geschonken heeft. Op deze middag zijn we bedroefd, maar niet verslagen. Omdat we weten dat hij een rijk leven achter de rug heeft. Namens moeder, kinderen, kleinkinderen, heet ik u nogmaals heel hartelijk welkom bij dit samen zijn. En ik vraag u dat we daadwerkelijk de Heer gaan loven en prijzen om wie hij is. Is geweest voor deze onze broeder, maar ook voor elk van ons. Onze hulp en onze verwachting is van onze Schepper. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot in de eeuwigheid. Het werk waar we zijn aan begonnen is. In zijn naam mag ik begroeten op deze middag. Genade en vrede zijn u veelvuldig geschonken door God de Vader. Jezus Christus, de enige geboren Zoon. In gemeenschap met de Heilige Geest. Halleluja. Amen. Laat ons onze stemmen beginnen aan te scherpen wanneer we zingen van het eerste lied op bladzijde 4 van het blad. Abba, Vader. Mijn naam is over de gemeenschap klaar, we hebben Trommel. Ik ben voorganger van de gemeente waar broeder Karel ook gemeente lid van is. En ik ben de hoofdienares, zuster Iris Gijsvliet zit ook hier. En dominee Johan Rozer, die ook werkt in de gemeente. Laat ons samen zingen van het eerste lied, Abba Vader, u alleen, u behoor in ook. Abba, Father, you are in.
koude, griep is het arm, ben negatief getest. Zo, oké. Okay. Maar ik ben zo bezig geweest met deze man. Zo goed voorbereid te zijn als een vader gegaan. Dat ik dacht, nee, dit moet ik zelf afmaken. En nu merk ik, mijn collega zegt, ik ben erbij om te helpen. Dus ik dank de Heer daarvoor. Goedemiddag aanwezigen. Goedemiddag worden voor. Aan donderdag 11 augustus. Heb de Heer lief. Al zijn kunst genoten. Psalm 31, vers 24. Het leerwoord. Zo blijven daar. Geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar het meeste van deze is de liefde. 1 Korinther 13, vers 13. En bij de liefde tonen we ons geloof en hopen, maar de liefde het allermeest. Laat ons samen de heilsweg lopen tot de rust op eeuwig feest. Lief oneindig groot en vrij, tot daar eeuwig heerschappij. Ons geloof wordt door, wordt daar aanschouwen van de God van ons vertrouwen. Ze haalt uit de zangboek. 415 per steeds. Dat is hoe ver het is. Dank u wel. Ik kom met de wettelijke informatie van onze broeder voor. Broeder Kassenhout, Karel Siegfried. Ik werd geboren op 31 juli 1937 te Paramaribo. Hij is gedoopt op 22 januari 2017 in de Combi-gemeente. Dus op diezelfde dag heeft hij in handen van dominee Lucia Breveld beloofd en gezegd: bij u, Heer Jezus, wil ik blijven. En ik mag getuigen dat hij vanaf die dag daadwerkelijk in woord en daad bij de Heer is gebleven. Hij is ingeschreven in het derde lidmaatboek van de Combi-gemeente. En op zijn doop staat het in het registerboek folio 53. Op dezelfde dag kreeg hij een tekst mee uit Johannes 17, vers 17. Straks hoor je wel wat daarvan. Je laat me toch maar gelijk zeggen. We weten dat Johannes 17 het gebed is, het hoogpriesterlijk gebed. Dat Heer Jezus Christus heeft opgezonden als de Vader. En daar van het 17e vers, waar staat: Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Dat zijn de woorden die onze broeder op 22 januari 2017 gaat. Op donderdag 11 augustus. Moest hij het tijdelijke inruilen voor het eeuwige. Ik hoor u dan nog voor dat onze broeder op 12 mei 1961 in het huwelijk trad met zuster Mildred Yvonne Koters. En de u ziet de kinderen hier en natuurlijk kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar ik vind het altijd prettiger als de familie zelf die informatie geeft. Maar dan weet ik één ding zeker, ik maak geen fout. Toch? Ik dank jullie voor je medewerking. Ja, vandaag zijn we hier om het stoffelijk overschot
Normaal zou ik zeggen aan de moederschool der aarde, maar het wordt de crematie. Daar zullen we straks over praten. Op zaterdag, morgen dus, vindt in de coming meter de troostdienst plaats, ten nagedachtenis van onze broeder. U bent allen van harte welkom. Laat ons nu zingen van het lied op bladzijde 14, Kruistering der Hoop. En dan nodig ik de kinderen uit om een zegje te doen. Eerst gewerkt bij Benjamin aan de Pavelstraat
en had daarnaast openbaar genaamd extase. Later werd zijn werkplek Perpigno en toen daar tegenover Exito werd geopend, was hij sinds de opening tot zijn 82ste jaar directeur. Exito was zijn lust en leven. Hij hield van die winkel, ook van zijn personeel en klanten. Hij had een hart voor een ieder. Zo kwamen zijn kinderen en kleinkinderen met vakantie en moesten ze altijd wat kleding meenemen naar Nederland. Een ieder uit welk land dan ook die op vakantie kwam, moest bij hem langs in de winkel. Hij was nooit beroerd om korting te vinden, om die vervolgens uit eigen zak te betalen. De duivel voor Exito kregen die ochtend, kregen elke ochtend te eten van hem. Ze kenden zijn auto uit duizenden. Want zodra ze hem zagen in de verte, waren ze voor de deur. Dezelfde duivel was hij een geliefd, voor de duivel was hij geliefd persoon. Er is geen betere vader, opa en overgrootvader geweest als deze man. Niets was hem te veel. Voor zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Deze man had weinig woorden geweest. Hij heeft ervoor gezorgd dat, dat zijn gezin een eenheid is geweest. Het gemis wat achterblijft is enorm. Maar we zijn dankbaar voor de fijne en mooie herinneringen. Hij was een geboren leeuw. De hemel is een geweldige sterrenkijker. We zullen je nooit vergeten, papa. Van alle kleinkinderen een klein woord. We beginnen met de oudste, Reetje. Opa liet ons zien dat het leven mooier wordt als je klaar staat voor een ander en naar de mensen om je heen, om je snel familie te worden. Dat je plezier en voldoening haalt door de kleine dingen uit het leven te waarderen. Opa had zelf altijd weinig nodig, maar zijn kinderen en kleinkinderen kwamen niets tekort. Rust zag je voor opa, we zullen je nooit vergeten. Kerel, dankbaar voor alles wat je hebt betekend. Dankbaar zo'n sterke opa, een man van weinig woorden. Maar met een hart van goud, slaap zag opa, je hebt je taak volbracht. Terrence, hij is gaan rusten als een echte koning van de familie. Sterke, zorgzame man waar vrouw en kinderen altijd veilig waren. Een echte doorzetter. Een volle man is de sterke leeuw van rusten. Rust, slag en vrede, lieve opa, wat een hoop. We zullen altijd van je blijven houden. Bijbehorend lied,
Ik weet niet waarom Gods genaam aan mij over werd betoond. En hij mij kwaad van waardig mens dat hij mij steeds zoveel liefde toont. Maar ik weet in wie ik geloofd heb en ben verzekerd. Mijn Heer is machtig dat hij het kwam en toevertrouwd door die dag bewaard voor mij. Uit feestbundel, die 88. Dank u wel, mevrouw Aijs. Ik heb niet zo'n bekendheid. Laat ons. Eerder, we hebben niet zoveel gezongen. Op bladzijde 16 hebben we het liedje Halleluja, prijs Master. Jullie zien, prijzen en stakken. Bladzijde 16. Alleluia, praise the Master, you be silly, praise the man, praise the man. In Jesus' name. Amen. Amen.
luisteren we nu naar de schriftlezingen. Psalm 56, vers 11 tot 14. De belijdenistekst van onze moeder. En dan uit Matthäus 11, vers 25 tot 30. Op wiens woord ik prijs, op de Heer wiens woord ik prijs, op God vertrouwen, angst ken ik niet, wat kan een mens mij aandoen, aan uw God heb ik beloften gedaan, met dankoffers wil ik u betalen, u hebt mijn leven aan de dood ontrukt. Mijn voet voor struikelen behoed. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven. In die tijd, zei Jezus ook, ik geloof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet de Zoon, wie de Zoon is. En weet wie de Vader is. Dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk in die en voor mij overstaan, waardoor het leer ons roemen, van kruis waar vrolijk heen mag gaan, om vrede te overdenking. Wat zal ik overdenken? De Rumi zei,
Op dezelfde dag had hij zulke mooie teksten. En op de dag van vandaag zulke mooie teksten. En ik kreeg op zijn belijdenis ook een hele mooie tekst. Heilig hen door uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Kort en krachtig. Heilig hen. Jezus bidt God de Vader. En hij vraagt wat van hier. Ja. En je merkt, ik heb een psalmlezing genomen. Want ik dacht, er is zoveel moois te doen. Op psalm 56. Het is een boven aan de pericoop en dan lees ik nu wel uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Op psalm van David, een stil gebed, toen de Filistijnen hem in Gat hadden gegrepen. Geen makkelijke zaal, dan voel je niet lekker. Maar ik heb deze mijn broeder in 2016 leren kennen. Tenminste in de gemeente hoor. Want ik ken hem een mensenleeftijd. Al voor hij bij Caricino en Mexico werkte. Maar toen hij wilde dopen en zuster Lucia vroeg als ik het in de gemeente kon doen, was het gelijk ja. Dus vandaar 22 januari is hij gedoopt in de gemeente. En dan was hij een gemeente lid. En precies wat u allemaal vertelt. U hoeft ook geen korting te vragen als je ziet dat je bij de kassa bent gekomen. Hij heeft een korting gekregen. Dat was onze moeder. En dan merkt u die tekst die hij heeft gehad. Heiligheid zet en apart door uw waarheid. God is de waarheid, daarmee beginnen we altijd. Onze hulp komt van God de Vader is de waarheid. Uw woord is de waarheid. En ik heb het ook gehoord. Hij was tevreden. Alles wat er gezegd wordt, als het gedaan wordt, is goed. En dan krijg je nog een glimlach op zijn gelaat. Ik heb deze man nooit boos gezien. Het is gesproken. En wat we kunnen doen, is de Heer danken. Wat ik kan zeggen, er is geen mens goed dan Jezus. Dus ook hij is een moeilijke moment met haar vader gezien. En vandaar dat ik ook de tekst uit Psalm 56 heb gelezen. Het laatste deel. Op God, wiens woord ik prijs. Op de Heer met alleen hoofdletters, die machtige God, wiens woord ik prijs. En we weten wanneer je wat herhaalt, dan tik je aan. Op God vertrouw ik. Angst ken ik niet. Wat kan een mens mij aandoen? Aan uw God heb ik beloften gedaan. Met dankoffers wil ik betalen. U hebt mijn leven aan de dood onderhoud. Mijn voet voor struikelen begon. Nu kan ik wandelen onder Gods hoede in het licht van het leven. Wat mooier is meer dan dat. Omdat deze onze moeder weet dat als we leven, is God bij ons. Maar ook als we sterven, is God bij ons. Omdat hij ons beloofd heeft dat wanneer we hem aangenomen hebben, als Heer en Heiland, onze Heer en Heiland, dan worden we wedergeboren. En als we leven zoals Hij het van ons verlangt, dan mogen we eeuwig leven. Dat lichaam is hier. Dat lichaam, dat vergaat. Maar die ziel, die op het moment dat deze onze broeder
op 79-jarige leeftijd gedoopt werd. Toen de dominee de woorden mocht uitspreken namens God en het water over hem poot, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, doop ik jou. Hè, Karel Sigrid Karsenhoff. Op dat moment was dat die belofte die God doet, dat wanneer we gedoopt worden in die naam, boven alle naam, dat God in zijn hart de Heilige Geest heeft. Die Geest die ons mag leiden. En die Geest heeft ons geleid aan de Heer. En die Geest is in zijn hart geleden. En het moment dat ik contact had met de Heer, toen hij naar huis ging, dan was die Geest vrijgezet, die ziel. We weten dat we alles voor onze God mogen leren. We mogen weten dat Jezus Christus, precies zoals hij in het hoge priesterlijk gebed gebeden, merken we dat ook in Matthäus 11, hoofdstuk 11, de versen 25 tot en met 30. Dat God ook daar dit. Als hij zegt, ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt ontgeven. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader, zegt Jezus. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. En dan roept de Heer Jezus op. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebied gaan, dan zal ik jullie rust geven. Ik denk dat onze broeder het contact met de Heer had. Toen Iris op een gegeven moment, hoeveel keer hebben jullie me laten komen? 4 keer nog? Of 5? Ik denk dat papa nu gaat. En als ik kom en ik zie mijn broeder, de dominee is hier. Oh, waar is ze? Dominee. Ik zeg, broer, wat is dit nou? Als je wat ziet, dan heb je dat dominee machine dat me kon leren. Maar nu met die heren dat doe ik. En dan lacht hij. En dan zei hij, maar ik weet niet wat er gebeurt. Ik zeg, broer, zijn kan je de machine leren. En de volgende keer is het weer raar. Ines. En dan kan ze niet eens erbij blijven, dan begint ze te huilen. Het was zwaar, maar hij had die ontmoeting. Hij werd klaargemaakt voor die reis. En dat is ons God. Hij krijgt het in zijn, op zijn belijdenis. Maar je merkt dat Jezus dat gebed komt in de Matthäus. En wie is die begeleiding geweest die hij had? En toen heeft Jezus gezegd, ik loof u Vader, Heer van hemel en aarde. De dingen waren voor jullie, waren verborgen, want van hem was het zeker. Hij heeft er ook van genoten. Hij is in het ziekenhuis opgenomen. En dan ging het schijnbaar niet. En toen ging het zo goed. Weet je waarom? Hij zou 85 worden. En hij wilde 85 worden. En we hebben gemerkt hoe vrolijk hij was. Maar we hebben steeds gezegd. God weet alleen hoeveel rente je nog mag hebben. Toch? En ik ben
die dag voor zijn sterven weer komt in mijn huis. En ik prijs me gelukkig dat ik hem weer voor de Heer heb mogen brengen. En waar hij niet kon praten, heb ik gezegd, Brada, je abita hier. Want alles wat ik zei, ik moet het horen, Ruby. En alles heeft hij, en als het onduidelijk was, moest hij het herhalen. Hij heeft zijn leven weer gegeven aan die Heer. Hij heeft de Heer weer gevraagd om ons te vernieuwen. En de Heer heeft het gedaan. Ik heb een heel mooi gesprek met hem gehad. Voor wanneer die Heer op roept. Hoe hij moet gaan. Ik zeg hem ook, ik weet niet. Je kan 90 worden hoor, dat zag ik. Maar begin je klaar te maken, want deze Azami komt, nog eens kreeg ik. Roep Jezus bij zijn naam en als hij je antwoordt, ga met hem mee. En je gaat die weg met Jezus. Deze onze broeder. Hij was iedere zondag in de kerk. Iedere zondag. En toen kwam corona. Een moeilijke tijd. Dus zodra ik wel kerk was, dan had ik wel een telefoontje, maar op de deur zijn we ook voor door. Maar hij was bang om te doen en dat begreep ik. En dan was het, de kinderen zijn met vakantie. Dus dominee verlopen ga ik niet komen. Ja, wat kom je met de kinderen toch? Ja? Maar we merkten dat het steeds minder werd. Steeds minder. En op een gegeven moment, dat begreep ik later hoor, dat het net het lopen niet meer ging. Heel moeilijk. Jullie hebben het gezegd. Onze broeder, hij heeft zijn strijd gestreden. Hij heeft het met moed gedaan, heel moedig. Ik zal u zeggen, ik heb hem nooit boos gezien, maar ik heb hem in het ziekenhuis, was hij, hoe moet ik het zeggen, ontevreden, maar niet over alle personeelsleden, want er waren een paar niet voor dominee, maar een paar. Dat heb ik voor het eerst gehoord, omdat deze man niet praat. Hij heeft het zoals ik zeg, wat ik heb kunnen waarnemen, heeft hij zich klaargemaakt voor die reis. Hij heeft afscheid kunnen nemen van jullie. Jullie zijn een paar keer gekomen. En gegaan. En zo lang ben jij er. Op een gegeven moment zal je niet meer zitten. Maar je hebt die job gedaan. Het was immens. En de Heer heeft je gebruikt. Met ups en downs. En als je momenten had waarbij je niet meer zag zitten, is gewoon, is normaal. Maar je bent er geweest en dat weet papa. En hij waardeert het heel erg eer. En jullie allemaal trouwens, dat jullie er waren. Die anderen waren er niet, maar jullie waren er niet. Het was zwaar, maar het moet ook wel een ontlasting die jullie hebben gegeven. Dat hij een pijn was. Die onzekerheid. Hij heeft losgelaten. Zijn lichaam was op. Die geest wilde niet meer. Maar hij zou wel zeker zijn leven hebben. Weet u? Jezus wil jullie niet achtergebleven zijn, zeg ik vandaag. Het leven dat jullie vader bij de Heer heeft geleefd, was goed. De lasten die de wereld en het leven dat we op aarde moeten hebben, dat wordt ons opgelegd, is vaak niet te dragen.
als we die lasten aan die Heer brengen. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Dan kan hij alles veranderen. Van een zware juk kan hij onze leefbaar leven. Ik wil jullie daarom van de leren met de gelijkheid. De Heer Jezus, als u als familie nabestaande kennissen die er zijn, het leven van deze man, als jullie dat leven van hem hebben gevolgd, dan moet het duidelijk voor jullie zijn dat hij niet alleen ging, maar hij ging aan de hand van koning Jezus. En die weg is een weg die niemand op de wereld je kan vinden. Niets en niemand dan God alleen. Hij heeft gekozen voor de Heer. En hij mag rusten van de arbeid. Ik heb een gedicht en daarmee wil ik eindigen. Je bent niet dood. De Heer, de Karel heeft je geroepen om bij hem te wonen in zijn plantenkruis. Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken, mijn waarde broeder. Je hebt ze nu, want je bent veilig thuis. Je bent niet dood, broeder Karel. Je mag voor eeuwig leven, je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk en een onbegrensde tijd. Je bent niet dood. Maar ach, wij zullen je missen. Zoals een mens de meest geliefde is. De jaren van geluk, de jaren in combi-gebieden, waarbij je steeds. Al in januari was het dominee. Ik word op 31 juli wordt jaren. En ik wil tracteren. Dus de weer zit achterin. Want het was altijd het recept. Maak contact met zuster Kevin. Want ik wil tracteren. De jaren zijn nooit meer uit te wissen. Zoals een mens, zoals een gemeente lid zal missen. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen. En ik geloof, zuster Bea, broeders, zusters van gemeente Combi, dat deze broeder op 22 januari 2017 in de Combi gedoopt en bevestigd is, God heeft zich niet vergeten. Brusa, lieve zonder staan. Amen. Laat ons zingen op bladzijde 11, is uw paspoort. Mensen, we zingen dit lied. Het paspoort van deze broeder was getekend. Als u niet zeker weet, laat uw paspoort tekenen. Ieder uur, iedere stap brengt ons naar hem. Oh, yes.
Dank u wel, lieve volle Vader. Dank u wel, koning Jezus. Dank u wel dat u zo vanuit uw woord tot ons wil komen op deze dag. Dat u zich zo laat zien als een God die met ons wil zijn. Een God die ons behoudt op het oog. U bent Heer, een God die tegen ons zegt, kom tot mij, dan zal je pas echt rust vinden. En u zegt Heer Jezus, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Heer, wij danken u voor uw woord, dat we op deze middag ook wederom bemoedigd moeten zijn. En dat we meer in u gaan vertrouwen. Dat het in het bijzonder, Vader, de familie Karsenau ook mag bemoedigen en troosten. Dat ze mogen weten dat hun man, vader, opa, dat hij naar huis is. Daar waar zijn hart was. Jezus. Hij was blij met zijn gezin, maar ook nu hij bij de Heer is, mag hij ook daar troost vinden. Vader, help de familie om dit verlies te moeten dragen, als het weer stil wordt. Laat Heer, dat het woord dat u van deze middag heeft u horen, Heer. Het heilig woord. Laat het ons in herinnering brengen. Dat we, Vader, Zoon en Heilige Geest, dat we weten dat u ons wil helpen uit een haastig leven. Maar dat we die last van zachtmoedigheid en nederigheid om niet van u kunnen ontvangen. Bedankt u dat u deze familie wil schrapen en dragen. Dat we deze middag, ondanks het verdriet, Heer, die blijdschap om uw naam te verhogen, om u te eren en uw lof te brengen, Heer. Dank u daarvoor. Geloof u en we prijzen u. We geven u alle lof, eer en dank, wat u concreet toe heeft gehad. Ik vraag u nu aan mijn man. Als we straks naar onze huis gaan, wilt u met ons meegaan? Wilt u ons verder leiden op deze dag? Ga zo met ons mee. Bij alles wat we doen, alles wat we willen ondernemen. Dat het maar zijn verkeer gevoeld. Vergeef ons alles wat u verkeerd gedacht of gedaan hebben. Dat u bedoeld heeft. Heer, geef ons de tools om te werken. Voor keer en door van u. Tot verhoging van uw koninkrijk. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zegen ons. Dat u God zegen van de gemeente. Wees met ons land, Suriname. Wees met onze regering, de president en allen die leiden naar de wereld. Opdat wij allen mogen samenwerken. Opdat het land leefbaar maakt mag worden. Op eer en glorie van u. Vader van u, Vader, Kinderen en Heerlijke Mensen. Halleluja. Laat ons nu zingen van de 17, bladzijde 17. Boven de sterren, daar zal het eens lichten, daar wordt uw hopen verlangd voldaan. Daar zal het lijden des harten eens lichten, daar zal de vreugde voor veel bestaan. Boven de sterren.
So, zullen we zeggen van bladzijde 2? Zo, Maria die gaat bidden. Gracias.
als u wel mag zeggen, kijk om wat het aan u. Door genade.
Bewaar ons met een gemeente dat reeds volmaakt rechtvaardig is in eeuwig gemeenschap. En laat ons eens bij de nacht tezamen rusten van onze aardigheid. Verhoor ons, volmaakte Heer en God. Amen. Dragen we het lichaam dat gezaaid wordt in vergankelijkheid op. In de handen van zijn schepper. Opdat het de zijne tijd zal opwekken tot onvergankelijkheid. Laat ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons hier ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht op uw lichten en zijn genade. De Heer verheft zijn aanschijn op u en geeft u zijn shalom. Hij geeft u vulde zijn vrede. In Jezus' naam. Thank you.
Inside your wings,
Thank you.
Moro alasan
someday. But you I nata po Jesus emwawang kaya piu alade. But you I nata po masra emwawang kaya piu alade.
Thank you.
Oh,
Iubirea ta,
Thank you.
more gentle head.